Zaterdag 3 juli, Berry. We hebben elkaar getutoyeerd vanmorgen, dus we kunnen elkaar met je en jij aanspreken. Het WijkU-feest op de Maaizakker, kinderfeest, weer een gigantisch succes. Of is er wat anders aan de hand? Nee, nou ja, het weer is een beetje te warm voor de meeste kinderen. In de tent is het warm. En ja, vanmorgen waren er een heleboel kinderen, maar ja, vanmiddag is het iets minder. Misschien dat ze nog komen, dat weet ik niet. Waarschijnlijk liggen ze in de zwembroek aan het strand. Wat hebben ze gemist vandaag? Dan hebben ze gemist veel ijsjes eten. Ze kunnen van alles krijgen, ze kunnen naar de circus toe. Ze kunnen in allerlei attracties die er zijn. En hopelijk volgend jaar dan beter als ze niet zijn geweest. Ja, en er werden er vreselijk veel pannenkoeken gegeten. Nou hebben we wat overgehouden, dus ja. Ja, andere keer weer beter. Bij WijkU Kinderfeest in de Maaizakker kan niet zonder sponsoren. Wil je nog een persoonlijk woord richten tot deze mensen? Ja, nou, alle mensen die ons meegeholpen hebben. Ook Jan Bosch met het ijs. En de Bodi, de Rabobank. Alle mensen hebben ons allemaal een klein beetje meegeholpen. En zodoende kunnen we het allemaal weer realiseren. Zonder sponsoren geen kinderfeest? Geen kinderfeest is een groot woord. Maar we zijn allemaal blij met de sponsoren die we hebben dus. Ja, maar dat kinderfeest zou wel kunnen, maar dan wordt het een beetje te moeilijk. Een beetje te moeilijk, voor de kleine dingen allemaal. Ik hoor een beetje een toon in je stem, zo van nou, het gaat allemaal financieel niet meer zo prachtig. Ja, het gaat ook allemaal niet meer vanzelf. Vroeger ging het vanzelf, maar tegenwoordig is, ja, je moet alles met de bingo's en de braderies, alles maar bij elkaar schrapen. En om te zien dat het weer lukt. En het is van het jaar weer gelukt, dus En we zien dan volgend jaar weer verder. Kost het WijkU veel moeite om het te organiseren? De mannelijke, zeker vrouwelijke krachten die elk jaar weer tot je beschikking staan, die gaan goed? Ja, daar hebben we geen klagen over. Alhoewel, jonge mensen die zijn welkom bij WijkU, als ze er interesse voor hebben en zo allemaal. Nou ja, maar verder voor de rest, vrouwen die helpen met pannenkoeken bakken en met het uitdelen van de pannenkoeken, met schenken van limonade en al die dingen weer. Dus daar hebben we voldoende van. Misschien wat de mensen niet helemaal snappen. Ik wil het toch maar even recht op de man afvragen. Zouden de mensen weten hoeveel geld erin omgaat om vandaag zo'n dag als deze te organiseren? Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat al die mensen weten wat het allemaal kost. Zou je daar een openlijkheid in willen geven? Nou, laat ze maar rekenen. Om de 10.000 euro bij is ook kwijt. Dat is ook allerlei kleine dingen wat allemaal bij Anus opgehaald wordt. Voor de limonade, voor de pannenkoeken. We bakken elk jaar 70 tot 80 kilo pannenkoekenmeel bakken we weer. Ja, dat kost allemaal geld. En dan de attracties allemaal, ja. We zijn elk jaar bezig met die meneer en om zo goed mogelijk de attracties te krijgen. En het lukt iedere keer nog wel, maar ja, die man die moet zijn geld ook hebben. Ja. Logisch rekensommetje lijkt me dan, hoe minder geld te besteden, hoe minder attracties. Nou, dat is een logische gevolgtrekking, ja. Ja. Als we dus niks meer te besteden hebben. Maar ja, je kunt hier niet een feest maken met twee attracties en een tent alleen. Dat is helemaal niks. Dat werkt niet. Nee, en dat zeg ik, maar hopelijk dat volgend jaar wel weer kan. Vergeleken bij vorig jaar zie ik wat emmers aan bepaalde standaarden hangen met een tekst erop. Ja, nou, we hebben dus we willen dus niet dat de kinderen intree, dat willen we dus niet. Maar een gift van de mensen. Ja, en we hebben ook een boekje uitgebracht en we hebben ook in het boekje gezet van nou, als er mensen zijn die een gift of een donateurschap of iets dergelijks, we hebben de rekeningnummer bij gezet. Als ze dat willen, dan kunnen ze dat. Ja. Altijd vrij? Altijd vrij. Elke euro is meegenomen. Elke euro is meegenomen, ja. Ja. We hadden het net al even over de bingo's van WijkU. Loopt een beetje af in aanname en ook in publiciteit. Publieke bezoeken. Ja. Er zijn momenteel te veel bingo's. Ja. En als je, laat maar zeggen, waar je vroeger 150 man hebt, heb je er nou 90 of 100. En dan loopt het allemaal terug. En vroeger lag het geld op straat, maar ja, nou moet je het schrapen. Dat is het. Dat is het. Even de wens, want we zien nog steeds het bord te koop staan bij het verenigingsgebouw, officieel in de Bocht in Wezep. Hoe gaat het met het gebouw? Nou, met het gebouw gaat het nog niet zoals we willen, want we willen dus we hebben dus geld in name in onroerend goed. We hebben dus geld in kas, hebben we niet zoveel, maar we hebben het geld in het gebouw zitten. En als het gebouw verkocht wordt, dan kunnen we een nieuw gebouw, wat veel goedkoper is, aan de rondweg, dat kunnen we neerzetten. En als dat kan, dan is het WijkU-feest ook wel, dan is de stabiliteit is er voor het WijkU-feest wel, want dan hebben we geld over.
Ja, dat is het. Duurt tot 4 uur. We zitten bijna tegen 2 uur aan. Circus Vitova gaat beginnen zometeen. Ook een grote trekker, denk ik. Ja, nou, dat is wel. Maar ja, het is nou vreselijk benauwd in die tent. Dus ik weet niet, als er al veel kinderen in die tent gaan zitten, dat weet ik. Dat er niet. We gaan zo kijken. Dankjewel, Barry. Graag gedaan.